Hoe krijg ik mijn default rate terug op Windows? Hoor je Peter van SketchUp 3D en Masters in SketchUp. En het zou kunnen zijn dat je per ongeluk dit hebt gedaan. En dat je tray weg is. Voor alle duidelijkheid, dit is alleen op Windows zo. Wat dan? Wel, gaan we gewoon naar Window, Default Tray, Show Tray. En daar is hij weer. Dus op zich, een kwestie van weten hè, waar je hem terug aan kan zetten. Nu, de tray heeft verschillende functies, dus je kan hem loskoppelen. En als je meerdere schermen hebt, is het ook handig soms om die op het andere scherm te zetten, zodat je inderdaad het volle 3D-scherm hebt bij SketchUp. Maar je ziet ook deze docking points. Ik zou niet weten waarom je dit zou doen, maar hè, het kan. Of het zou kunnen zijn dat je alles links gaat zetten. Onderaan dokken, los. Of standaard terug rechts. Dus dat is een kwestie van uiteindelijk voorkeur. Maar het belangrijkste vandaag was in deze video, hoe krijg ik op Windows mijn tray terug als ik die kwijt ben. Vond je dit een nuttige video? Graag een duimpje of een likeje. Zie je deze video op LinkedIn, Facebook of Pinterest? Gebruik de link boven deze video naar ons YouTube kanaal. Abonneer je daar, klik op het belletje en op die manier krijg je een melding wanneer wij onze dagelijkse SketchUp-tip uitbrengen. Tot in de volgende video.